Robert Maaskant, aanstaande woensdag de wedstrijd van het jaar eigenlijk, Feyenoord Willem II. Hoe ervaar jij dat? Je maakt het niet klein, hè? Nee. Volgens mij moet de finale de wedstrijd van het jaar worden voor ze. Ik ben erbij. Ik doe de analyse van Fox op het veld. Dus ik verheug me er wel een beetje op, moet ik eerlijk zeggen. Ook ondanks de nederlaag afgelopen zondag tegen PSV? Ja, maar dit is een andere wedstrijd. En volgens mij is Feyenoord al een tijdje bezig met deze wedstrijd. Iedereen ziet ook wel dat het kampioenschap is totaal niet meer aan de orde. En goed, dan praat je over Europees voetbal. Nou goed, dat haal je door de beker te winnen. Dus ik snap die focus van Feyenoord wel op deze wedstrijd. En dan krijgen ze ook nog eens een keer de zoveelste thuiswedstrijd. Dus dat is lekker voor ze. Hoe verklaar je de mindere vorm, eigenlijk de slechte vorm bij Feyenoord dit seizoen? Ja, dat denk ik dat je daar een veel langere analyse op los moet laten. Vergis je niet, hè. Ze hebben natuurlijk een aantal bepalende spelers er een tijd lang niet bij gehad. Siert de staf dat ze daar nooit over praten. Maar het scheelt wel even een stukje of je centrale verdediger en je spits kwijt bent een tijd. Dus ik denk dat dat een hoop heeft gescheeld. En daarnaast ook gewoon een minder seizoen. Maar zo'n wedstrijd tegen PSV kan dan verloren worden. Want het is natuurlijk een topper. Maar op deze manier, dat is wel heel frappant eigenlijk. Ja, maar goed. PSV is denk ik ook de gedoodverfde kampioen. En daar kan je van verliezen. Daarbij aangetekend dat de enige echte goede wedstrijd, de spectaculaire wedstrijd die Feyenoord dit seizoen gespeeld heeft, was toevallig die halve finale tegen PSV. Waarin ze, ja, vind ik, een beetje een bijzondere prestatie hebben geleverd ten opzichte van al die andere wedstrijden. Dan maar dan naar de beker, want daar gaat het natuurlijk om. Willem II, de eerstvolgende tegenstander van Feyenoord, nog één hoorde naar die finale. Willem II, toch wel de ploeg waar je een verleden hebt bij die club eigenlijk. Ja, dan zijn nog wel een paar clubjes welke verleden hebben. ja, met Willem II de bekerfinale gehaald. En overigens ook tegen PSV toen. Die dat ze zo'n oppermachtig waren. Ja, kijk, ik verwacht Willem II zal zich heel erg gaan weren in de Kuip. Maar zijn uiteindelijk gewoon niet goed genoeg. En dan, die zullen het moeten hebben van een standaard moment. Van misschien een momentje van Okbetje of Sol. Maar normaal gesproken moet Feyenoord kwalitatief beter zijn dan Willem II. En normaal gesproken moeten ze ook gewoon die finale halen. Hoe wordt deze wedstrijd beleefd in Tilburg? Ja, dat weet ik niet, want ik woon in Breda en daar hebben ze niet zoveel met Tilburg. Nee. Maar ja, die beleving is groot natuurlijk. Ik bedoel, de kans op een finale is fantastisch. En Erwin van der Looy heeft het zelf ook al een keer meegemaakt met Groningen. Hij heeft daar al een keer gestaan. Dus zal zijn spelers optimaal voorbereiden en hopen op dat kleine kansje wat er is. Want dat is er altijd, ook in de Kuip. Dus ja, Willem II zal proberen om die ene procent die ze hebben, want daar praat ik wel over, om daarvan te profiteren. Want u zegt eigenlijk dat Willem II een kleine kans heeft om te winnen in de Kuip, maar ook in deze vorm bij Feyenoord? Ja, ook in deze vorm bij Feyenoord. Ja, u, nog even terug naar die bekerfinale die je speelde in 2005. Jullie versloegen Ajax in de halve finale. Dus ja, Willem II staat nu ook weer een horde verwijderd tot die eindstrijd. Hoe bereid je zo goed voor zo'n ploeg zo'n wedstrijd voor? Nou, dit soort wedstrijden zijn natuurlijk unieke wedstrijden in die zin. Je weet dat je die avond doorgaat of eruit ligt. Dus je kan je ploeg op alle scenario's voorbereiden. Een gelijkspelletje bestaat niet. En je gaat nog een keer intensiever analyseren. En nog meer op de zwakke plekken leggen van een tegenstander. Nog meer iets meer dat motivatieverhaal erin. Met die supporters erbij. Die betrek je dan ook. En dat geeft het maximale. En voor Willem II, ja, laten we eerlijk zijn. De finale halen van de beker is echt iets heel bijzonders. Voor Feyenoord is dat inmiddels normaal goed geworden. Nou, die hebben, wat ik al net zei, die hebben dit seizoen natuurlijk ook een hele gelukkige loting gehad. Eigenlijk maar één topclub en dan ook nog thuis. Ja, dan sta je zo in de finale. Dus voor Feyenoord is het wat normaler. Maar voor Willem II is het echt waanzinnig zijn als ze dat zouden halen. Maakt de bekerwinst eventueel het seizoen goed voor Feyenoord? Ik vind een prijs halen maakt altijd wel je seizoen. Dus wat dat betreft ja. Ik vind wel dat Feyenoord een enorme terugval heeft gehad. En eigenlijk te groot om dat nog te kunnen verklaren. In hoeverre is daar Van Bronckhorst iets te verwijten? Nou, ik vind dat je Van Bronckhorst daar heel netjes in handelt. Eén, met het kampioenschap heeft hij ook altijd over een team gesproken van alle mensen die er deden. En nu het slecht gaat, is dat hetzelfde verhaal. Ik denk dat Van Bronckhorst met zijn staf maximaal werk verricht. En, dus ik vind niet dat je hem daar iets in mag verwijten.
maar de kritiek is er bij alles en iedereen, bij fans, bij journalisten. U heeft natuurlijk dat ook meegemaakt, ook de andere kant van de medaille, om maar even zo te noemen. Hoe kan Van Bronckhorst daar het beste mee omgaan? Nou, volgens mij doet hij dat heel goed. Door gewoon heel realistisch te blijven, vasthouden aan de dingen waar hij in gelooft. En ja, dat het wat minder gaat, dat is logisch. Maar het is wel grappig, hè, hoe tegenwoordig het werkt. Er zijn een paar supporters die wat roepen, de media duikt erachteraan en in één keer kan Van Bronckhorst er niks van. Ja, zo zit mijn wereld niet in elkaar. Ik vind Van Bronckhorst kwalitatief heel sterk. Je moet een rustig iemand hebben bij een club, grote club als Feyenoord, om daar je te kunnen handhaven. Een jongen van de club ook nog eens een keer, een jongen van de stad. Dus laten we nou met z'n allen eens een keer normaal doen. En gewoon ook Van Bronckhorst blijven steunen in wat moeilijkere tijden. Want dat hoort volgens mij bij Feyenoord. En ja, zo'n bekerwinst zou natuurlijk ook een hoop kunnen helpen. Nou ja, bekers, ik bedoel, als die, stel dat Feyenoord de beker wint, zou dat de derde prijs zijn van Van Bronckhorst volgens mij in 3 jaar tijd. Er zijn trainers die het van minder moeten doen. U bent tot slot regiogenoot, uit Schiedam afkomstig natuurlijk. Wij willen twee gewerkt. Voor wie ben je eigenlijk aanstaande woensdag? Nou, ik ben analyticus, hè, dus ik ben volledig neutraal. Ik ben net Zwitserland.